Michel Preud'homme ziet hoe zijn ploeg, Club Brugge, de betere van de twee is. En Mitrovic gaat een rode kaart krijgen, denk ik. Wat een domme actie. De vierde man geeft aan dat Mitrovic een slaande beweging heeft gemaakt tegen Engels. Hoe dom kun je zijn? Alexander Mitrovic, de duurste aankoop in de historie van Anderlecht. Krijgt hij rood met de neuzen tegen elkaar. Hij en Engels. En dan gaat hij ook nog in discussie met de scheidsrechter. En dan is het Proto die de Serviër niet wegkrijgt. En kijk, hij heeft zichzelf niet in de hand. Deze Servische spits. 19 jaar jong. Hij is laaiend. Maar hij moet naar de kant. Matchwinner vorige week tegen Standaar in Brussel. En hij moet met man en macht van het veld gehaald worden. Zijn coach is erbij, Besnik Hazi. En het zou goed zijn om in ieder geval nog een keer in de herhaling te zien wat er hier gebeurde. Hier Mitrovic. In duel met Engels. Ja, die heeft eerst de elleboog. En dan krijgt hij geen vrije schop, Mitrovic. Ja, en dan is het niet echt een kopstoot. Hij duwt met zijn hoofd naar het hoofd van Engels. Maar ja, dat is gewoon een overtreding die je niet moet maken. Dan speel je met vuur. En het vuur kwam er. Hij krijgt een rode kaart. En daar valt zeker mee te leven. En Proto zegt van, ja, het zal allemaal wel. En Engels, die krijgt een soort van compliment van Preud'homme. Die ook even in overleg is met Aydo Gudjonsson. Mitrovic naar de kant. En ik zou uit zijn buurt blijven.